Efraïm keerde God de rug toe. Letterlijk. Ja. Ze mochten niet meer God dienen, de 10 stammen. En ze liepen zo ver mogelijk met de rug naar God toe van God af tot Tel Dan, dat is de hoogste punt. Van Dan tot Beersheba, het noordelijke punt. En de Torah zegt, als je God in de Torah de rug toekeert, dan val je in de dood. Dan komt de vloek over je. En de vloek wil zeggen, dan ben je te licht bevonden en God kan je niet meer helpen omdat je niet wil.